Dit is het weerjournaal van Weerplaza. Een prachtige zomerdag op de meeste plaatsen met veel blauw in de lucht en een paar vriendelijke stapelwolken. Op de satellietfoto was amper bewolking te zien, zeker niet in de eerste uren van de dag. In de loop van de dag hier en daar wat stapelwolken. En een enkele stapelwolk kan in een late namiddag nog een enkele bui loslaten, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. En vanavond gaan die stapelwolken gewoon verdwijnen. De temperaturen liggen dan rond 18 graden en er waait een zwakke tot matige wind. Vannacht gaat de wind in het binnenland wat wegvallen en dan kan het nevelig worden, misschien zelfs een enkele mistbank. Het blijft lang helder. Aan het eind van de nacht neemt van het westen uit de bewolking toe. En morgenochtend vallen er in het westen al een paar buien. En die buien breiden zich geleidelijk in oostelijke richting uit. Daar nou, vooruit nog af en toe een beetje zon. En met die zon kan het in het oosten van het land nog 24 graden worden. In het westen 21 of 22 maximaal. Wind uit een zuid tot zuidoostelijke richting matig en bij zee vrij krachtig. Daar een windkracht 5 dan de dagen die volgen een beetje wisselend weer met donderdag nog een paar buien maar in de loop van de dag zeker in het westen ook weer volop zonneschijn. Vrijdag later op de dag een paar buien, misschien met onweer en die onweerskans is zaterdag duidelijk groter en dan is het aantal buien ook groter. De temperatuur ligt in de hele periode zo tussen de 21 en 24 graden. De temperatuur is overigens wel wat onzeker op de zaterdag. Hangt af van het moment dat de buien gaan komen. Zondag weer eh, iets zekerdere temperaturen, net boven de 20 graden. En de dagen daarna verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Wel een redelijke onzekerheid, want in de loop van het weekeinde komen restanten van orkaan Bertha op onze weerkaarten. En die maken het voor de weercomputer moeilijk om een goede verwachting te berekenen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.